Stel je voor, je wordt opgenomen in het ziekenhuis en je ligt daar korte of langere tijd. En je kijkt om je heen en wat zie je dan? In elk ziekenhuis hetzelfde van die grijze systeemplafonds. Als je geluk hebt, lig je naast een raam, kun je nog een beetje naar buiten kijken. Als je minder geluk hebt, dan is dat ongeveer je uitzicht. Hoe leuk zou het nou zijn als dat veel fleuriger wordt en veel levendiger? En dat kan. Dat kan zelfs heel simpel. Want die systeemplafonds, dat zijn niet voor niks systeemplafonds, die kunnen er ook heel makkelijk uit. En die kunnen worden vervangen door iets als dit. Dit is een systeemplafondplaatje. Hij is heel dun. En die kan in plaats van zo'n grijze plaat, kan er zoiets ingehangen worden. Nou is het idee ontstaan naar aanleiding van een verhaal van bij TEDx Youth vorig jaar in Amsterdam door een van de sprekers, Joost Pastoor, om dat ook gewoon te gaan doen. Joost is 12 jaar en die heeft vorig jaar ons verteld tijdens TEDx Youth over zijn idee. En dat is als volgt. Hoe leuk zou het zijn als we dit soort schilderijen, dat heeft hij zelf gemaakt, omvormen tot plafondplaatjes. Het leuke ervan is ook nog eens dat niet alleen zijn schilderij zich ervoor leent, maar elk schilderij. Dus iedereen die wil, die kan bijdragen door het inzenden van een mooie tekening of een mooi schilderij. Dus ook allemaal om te zetten in zo'n plafondplaatje die dus dan plaatsbaar zijn. Ja, eigenlijk in ieder ziekenhuis. Nou, we beginnen er met één. Daar willen we het project goed lanceren en laten zien hoe tof het is als we dat zo meteen op deze manier gaan aanpakken. En ook hoe simpel, want het is namelijk heel simpel. Daartoe hebben we jullie hulp nodig, want het is wel simpel, maar het is niet helemaal voor niks. Dus we hebben wat geld nodig en we hopen van harte dat mensen ons willen steunen met deze actie, zodat we dit kunnen waarmaken in één groot ziekenhuis. Waarschijnlijk één groot streekziekenhuis, om te beginnen. En vanaf daar uitbreiden naar meerdere ziekenhuizen. Joost die maakt nog steeds hele prachtige schilderijen, dus de collectie wordt nog altijd uitgebreid. Die gaan we absoluut gebruiken, maar we roepen hierbij iedereen op die dat leuk vindt om echt ook niet alleen financieel te participeren, maar ook deel te nemen door kunst te maken en iets moois mee te geven aan deze actie, zodat we het letterlijk over heel Nederland kunnen uitspreiden zometeen en de ziekenhuizen de fleurige boost kunnen geven waarvan wij denken dat het heel erg nodig is. Dankjewel.